Ja, die zoektocht naar een bondscoach, ja, dat blijft maar in beweging, hè? Ja, want kijk, ik heb niet zo lang geleden heb ik een heel pleidooi gehouden voor onze Louis. Ja, Louis van Gaal, ik denk, ja, laten we nou op dit moment, denk ik, dat het Nederlands elftal wel behoefte zou hebben aan Louis van Gaal. Kijk, Ter Kate die heeft al laten weten, oh my, de KNVB, die hebben mij zo hard op mijn teentjes gestaan. Daar heb ik geen trek in. Dus die Ter Kate kunnen we schudden. Nou, en elke andere, kijk, en heb je Giovanni van Bronckhorst. Ja, en Giovanni, die staat gewoon heel, heel hard sollicitatiebrieven te tikken gewoon in het openbaar. Van ja, ik ben er klaar voor. Ja, ik wil graag bondscoach worden. Ja, zegt Giovanni, maar nee, Giovanni, het is jouw tijd nog niet. Je moet gewoon veel meer internationale ervaring opdoen. Kom nou over een jaartje of 4, 5, 6, dan kom je terug en dan maak je een kans. Nu even nog niet. Nou, zo zijn er een heleboel mensen die eigenlijk dan niet in aanmerking komen. En dacht ik bij mezelf, ja, dan schuif ik toch maar onze Louis naar voren. Maar wat gebeurt er nou met Louis? Ja, Louis die ging daar een beetje wauwelen bij dat vrouwenvoetbal. Die op weg gaan naar de Olympische Spelen. En die begint daar een beetje die spelers van het Nederlands elftal af te zeiken. Ja, hallo. Daar kan ik niet tegenop natuurlijk. Ja, daar heb ik niet op gerekend. Dus Louis die zegt ineens, ja, die gasten die kunnen het niet. Dat zijn dan een veredeld stelletje sterren. Of zoiets. Of een stelletje veredelde sterren. Weet ik veel hoe hij het gezegd heeft. Zoiets heeft hij gezegd, Louis. Ja, en dan denk ik bij mezelf, ja, dan kunnen we Louis wel weer van het lijstje afvoeren. Want dat gaat dan toch niet werken? Nee, die spelers die hebben nu al hun buik vol van onze Louis. Die gaan toch nooit meer een stap extra zetten voor Van Gaal, omdat hij ze nu al loopt te beledigen. In plaats dat Louis dat nou alleen maar gedacht had, van jullie staan een stelletje verwende kwallen. En hij had ze gewoon aangepakt, punt. Dan was het goed geweest. Maar nee, Louis begint al op voorhand die gasten te beledigen. Ja, dus dat gaat niet werken. Dus KNVB, die hoeft die hele Louis ook niet meer te bellen. En ik trek officieel de kandidatuur van Louis in. Ook namens hem, denk ik. Ja, geen verhaal. Maar ja, blijft dan de grote vraag. Dat is het. Wie dan wel? Ja, dat is hem. Wie dan wel? En ik kom daar dus bijna niet uit. En eigenlijk ben ik nu zover dat ik denk, dan pakken we toch maar een buitenlander. Ja. En dan kom ik met, hou je vast, daar is hij, Antonio Conte. Ja, de Italiaan. Hij heeft natuurlijk een cv van hier tot hinder lopen. Dat klinkt als een klok. Hij heeft van alles gewonnen. En het allerbelangrijkste van Conte is, hij heeft passie. Enorme passie. Conte juicht nog harder dan de spelers zelf. Hij is een geschikte man voor Oranje. Als je hem benadert, dan denk ik dat hij denkt, ho, hij heeft geen club op dit moment. En Conte, die heeft waarschijnlijk nooit aan het Nederlands elftal gedacht. Dus als je hem belt, dan zal hij enorm verrast zijn. Zeer vereerd zijn. En waarschijnlijk is hij wel bereid om heel veel minder te gaan verdienen. En wij zijn dan heel erg blij met Antonio Conte.